Bedrijven in de metaalbewerking krijgen vaak hun tekeningen aangeleverd in DXF-formaat. We kunnen deze tekeningen kunnen we overtekenen in de stelsoftware met behulp van de tekenfuncties. Wat we ook kunnen doen is de DXF-formaten importeren in de stelsoftware om zo gelijk de lijnen over te nemen. Nou, hoe doen we dat? Als allereerst maken we natuurlijk altijd een uitgangsmateriaal. En ik zeg daarna wat voor bewerking ik ga doen. Ik ga buiten draaien. Ik selecteer mijn gereedschap. De bijbehorende verspanningsgegevens. En in plaats van nu wat te gaan tekenen met de tekenfuncties, ga ik naar het menu aanpassen, invoegen en ik selecteer DXF. In een DXF-dialoog kan ik aan de rechterkant het menu bestand openen en dan zeg ik open. En dan kan ik hier zoeken naar mijn DXF-bestand. Ik open hem. Ik controleer waar mijn nulpunt ligt. Mocht dit nou niet op de goede plaats liggen, selecteer ik mijn gehele tekening door middel van de functie selecteer alles. En zeg ik aanpassen, centreren. Dan kan ik op elk punt wat ik wil mijn nulpunt leggen. Ons nulpunt ligt goed. We gebruiken nu de functie selecteer contour. Klik op de lijn. En hij selecteert mijn gehele contour. Deze hoek die hier gemaakt wordt, kunnen wij niet met de buitendraai doen op dit moment. Dus deze lijnen kan ik ook weer net zo gemakkelijk deselecteren. Door op het kruisje te drukken, wordt dan maar gevraagd of ik de elementen wil invoegen in de tekening. Als ik op ja druk, worden de lijnen overgenomen uit de DXF in mijn tekensoftware. Ik kan nu ook gewoon verder gaan met het tekenen door onderin te kiezen voor absolute bemating. En gewenst kan ik nog gebruik maken van afsteken. En zo gebruiken wij DXF tekeningen in de stelsoftware.